Zo, we zijn weer tijd van het schooljaar. De klassieke vragen komen naar boven. Van, uh, ja, is het kind klaar om naar het volgende schooljaar te gaan? Uh, de examens en al uh, de zaken die daar rondkomen. Uh, en op zo'n moment denk ik nogal eens aan de voor iedereen welbekende cartoon, waar de verschillende dieren uh, tezamen staan bij de leerkracht. En waar dat de leerkrant zegt: ja, om dus een, een eerlijke selectie te doen, moeten allemaal in die boom klimmen. Uh, het wordt veel gebruikt in de context van hoogbehaafdheid, maar ik zie de cartoon eigenlijk nog een stuk ruimer dan dat. Uh, eerder nog dan hoogbehaafdheid is het vooral belangrijk de unieke talenten in elk van die kinderen te kunnen vinden. Als je. Een klassiek schoolstalent hebt, waarin dan je graag leert en met wiskunde bezig bent en zo. Ja, dan ga je op school een heel stuk vooruit geraken. Maar als je bijvoorbeeld meer creatief bent en, en vooral met je creativiteit uh, energie krijgt, ja, dan ga je in het klassiek onderwijs uh, heel hard tegen de muur lopen. Terwijl dat het perfect mogelijk is het talent van de creativiteit te mixen met de eerdere schoolse vakken, bijvoorbeeld bij wiskunde. Naast de oefening uh, opgelost krijgen. Ook zorgen dat de grafiek heel mooi is. Er een beetje een tekenoefening uh, rond proberen te maken. Dus deze cartoon gaat voor mij vooral over het zoeken van de talenten in de kinderen. En het op deze unieke manier individueel elk zijn traject te laten doorlopen. En dat is niet voor iedereen in de boom klimmen, uh, niet elk kind uh, heeft dezelfde passies. Maar het is iedereen binnen zijn passie het hoogste punt van die boom kunnen halen. Dus nu op het einde van het jaar. Kijk naar de talenten van je kinderen in je klas. En kijk of ze veel gegroeid zijn en klaar zijn om volgend jaar nog verdere stappen te zetten. En dan komt alles zeker in orde.